Plein 44 werd vrijdagochtend de tentoonstelling Bombardement Slachtoffers in Beeld geopend. In het bijzijn van inwoners van Nijmegen werd het doek van 5 verschillende trotters getrokken. Het doek onthulde portretten van de vele slachtoffers van de oorlog. Wethouder Noël Vergunst was ook aanwezig en hield een toespraak over de tragische gebeurtenissen. Nou, we kennen allemaal de beelden van de gebouwen die vernietigd zijn, de gebouwen die in brand stonden, de leegte van het stadshart. Maar met deze borden willen we eigenlijk gezicht geven aan de slachtoffers. Er zijn bijna 800 onschuldige burgers omgekomen bij het bombardement. En die geven we nu een gezicht. De onthulling van de portretten vormt het begin van de Nijmeegse bombardementsherdenking. Vergunst is blij dat Nijmegen bij het bombardement stilstaat nadat dat relatief lang niet het geval was. Er zijn nog heel veel plekken in de wereld, nog niet eens zo heel ver hier vandaan, waar nog steeds zinloze oorlogen woeden en waar ook zonder enige reden mensen vermoord worden. Nou, dat moeten we zien te voorkomen en wij moeten echt die vrijheid en die vrede moeten we echt koesteren. En daarom is het zo belangrijk om dat te blijven herdenken en dat ook onder de aandacht te brengen van iedereen en ook van nieuwe generaties.